Nou, nu is dat dus zo schattig. Goedemorgen. Hansi is net speciaal naar de Aldi gegaan. Want ze hadden daar bepaalde... Achterochtend. Want ze hadden daar bepaalde make-up in de aanbieding. Die hij per se... Nee, niet voor mij. Maar voor zichzelf wilde hebben. Met zijn doosje. Is het dat ze het speciaal bij de Aldi hebben omdat dat goedkoop is? Ja, toch? Ja, ze verkoopt ook, maar dit was heel veel goedkoper. Normaal betaal je hier echt 60 euro voor. Nu is het 12 euro. Het is heel speciaal. Kartum. Ik heb al een paar dingetjes uit gebruikt hoor, dus hij is niet meer. Dat zien we. Ah, een lippen. Nee. Om elektriciteitsstopcontacten in de muur te kunnen boren. Serieus, het idee vind ik dus wel heel handig. Want als je dus, je hebt dit er dus uit. Normaal moet je dus met een boor precies gaan, het gat gaan boren. En nu, dit is een vaste maat. Doe je bzzzt, en dan past het er gewoon altijd in. Ja, niet dit dus, niet dit aftrekplaatje, maar... Handig, hè? Ja, maar waarom is die niet gesmeerd? Deze is niet gesmeerd, maar deel, hier schroef je dus een adapter op. Die zit hier. Oh, dus die is wel gesmeerd. Oh ja. Ik wou zeggen, want ik keek naar mijn handen, maar die waren helemaal niet vies. Nee, alleen normaal zijn ze ongeveer, er zit nog een boordje in, zo'n adapter en dat ronde ding. En normaal is het ongeveer 20 euro per stuk. En hier zitten 6 van die dingen in, met aanwerken. Cool, en het is heel de wekennaming, dus mocht je nog, het is wel, dit is voor je hele leven vandaag, makkelijker. Alleen vandaag, alleen als ze over hebben, is het volgende week ook een aanbieding, maar het is officieel. Echt? Ja. Oh, dat wist ik niet, maar ze zullen wel over hebben hoor. Dat denk ik ook wel, het zal er echt heel veel liggen. Alleen er waren heel veel bouwvakkers daar, die gingen soms voor hun werk allemaal gereedschap inslaan. Mensen die met dozen, ze hebben blijkbaar vandaag ook schroeven, alleen vandaag in de aanbieding. Dozen met schroeven. Wil jij ook niet nog iets anders? Kijk, wat grappig. Ja. Maar ik vind dus, Hans gaat dus met dit tasje, gaat hij weg. Soms zie ik wel eens meisjes in de trein staan met zo'n doosje. Niet dus, hè. Oh. Denken. Hij heeft dus zijn spulletjes eruit gehaald, zodat hij dit niet hoeft mee te nemen. Ik zie wel eens meisjes met zo'n koffer in de trein staan. En dan hebben ze denk ik een make-up les of zo, of make-up opleiding. Dat is toch leuk, heb je in één avond je zware koffer en de andere had dit. Ik zie je ooit een bouwvakker. Oké, Hans is vanavond de hele dag klussen bij zijn ouders weer in Epe. En... Kom maar! Kom dan! Het klinkt altijd, ik weet niet of je het kunt horen, maar het klinkt altijd een beetje alsof hij van de trap afvalt. Omdat hij dan vol enthousiasme... Hij maakt ook 3 sprongen voordat hij hier kwam. Vol enthousiasme springt hij dan omhoog op de trap. Hij is dan in 3 sprongen en is hij boven. Maar hij blaft dan altijd een paar keer. Zo van, mag ik? Mag ik? En dan zeg ik, ja, kom maar. En dan komt hij. Maar hij was heel erg excited, want hij hoorde mijn schoonmoeder. En hij helemaal blaffen en zo, want hij was helemaal... Oh, ze komt, ze komt! En vervolgens kwam ze niet, want ze kwam alleen Hans even ophalen en vervolgens reden ze weer door. Ze wilde mij niet zien. Dus hij was helemaal excited en druk nu. Is helemaal excited en druk. Het is wel grappig, maar hij is dus echt niet tevreden. Ben je niet tevreden? Hij is alleen maar aan het piepen en zo en hij wil aandacht. Ik denk dat hij uitgelaten wil worden. Maar ik ga eerst een vlog monteren en dan straks met je wandelen. Nee, eerst een vlog monteren. Dan wandelen. Oh, hij wilde de hele tijd aan het huilen, maar ik was zo hard aan het werk. Dus ik ging wel even wachten. Dus nu ga ik hem eerst even buiten zetten en daarna ga ik al met hem wandelen. Hé, hey. Ik merk nu dat als ik hem optil dat hij zo zwaarder is geworden. Echt, wat een verschil. En dat hij, ja, en die laatste is hij wat breder geworden. Hij is ook nog wat groter geworden, hij is ook echt nog gegroeid. Hé, hey. Ja. Dit is zo schattig aan mijn vader. Gisteravond was ik heel kort nog even bij hem. En toen zei hij, oh, Shifra, Shifra, ik heb nog wat. En dan loopt hij naar de studeerkamer toe, naar zijn studeerkamer. En daar haalt hij dan, ja, het is een kantoor, maar wij noemen het dus een studeerkamer. Dat is eigenlijk best wel gek, want hij studeert helemaal niet meer. Grappig, wij noemen het dus altijd studeerkamer bij hem. Terwijl ik zou zeggen zijn kantoor, want hij werkt er altijd. Grappig. Nou goed, hij liep dus naast zijn studeerkamer en dan haalt hij weer krantenknipsels tevoorschijn. Want hij leest heel veel kranten dagelijks, echt verschillende kranten. En dan knipt hij voor iedereen in de familie gewoon dingen uit die er dan te doen voor diegene. Bijvoorbeeld, voor mij is het dan vaak vloggen of YouTube of bloggen. Dus dit is een stukje over jongeren verslindende filmpjes van vloggers. Stond dan in een Zeelandkrant. En dit zijn de lage olieprijzen.
Want ik heb heel veel aandelen in. Nee, ik werk dit ging over dankzij YouTube een dik belegde boterham. Dit stond dan weer in de Trouw. Ik vind het echt heel schattig. En ik vind dit oprecht heel leuk om te lezen. Dus ik vind het ook leuk dat hij het uitknipt. Hij heeft ook wel eens dingetje uitgegeven dat ik echt dacht... Ik weet niet zo goed... Ja, ik lees het maar even snel. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ermee moet. Want hij knipt soms heel veel uit. En dan zei mijn moeder... Neem maar gewoon mee. Maar het is echt heel lief. Hij doet het voor iedereen waarvan hij weet. Bijvoorbeeld van Hans weet hij bijvoorbeeld dat hij heel erg houdt van klussen of zo. Zodat hij dan iets tegen zou komen over klussen. Dan zou hij dat uitknippen en bewaren. Het is heel schattig. Echt heel leuk. Oh, dit vind ik dus wel even leuk om te lezen. Nou, ik weet niet wat er vandaag aan de hand is. Maar ik heb het de hele dag al super koud. Echt, mijn neus is koud. Mijn handen zijn koud. En alles voelt gewoon koud. En ik krijg het gewoon niet warm. En ik heb de verwarming al een paar keer omhoog gegooid. En dat is dus het vervelende aan alleen thuis zijn. Want ik heb nu niemand anders om te vragen, is het hier ook echt koud? Ligt het aan het huis? Of ligt het aan mij? Zat er, ja. Ik zie wel de thermometer en die zegt dat het hier 21 graden is. Wat op zich volgens mij wel goed en normaal is. Maar de thermometer klopt niet helemaal. Tenminste, dat is Hans' theorie. Ik ben het er wel een beetje mee eens. Ik wil ook zeggen, maar deze zit ook uit, deze verwarming. Hier in de keuken. Het is gewoon zo koud in huis. Brrr. Ik heb echt zin om terug naar mijn bed te gaan. Lekker onder het dekbed te gaan liggen. Oh, voor mij kan het echt niet snel genoeg lente of zomer worden. Oh, Oké. Ja, ik heb er ook niks aan om het aan jullie te vragen of zo. Maar ja. Koud. Moet je dit nou kijken? Mijn moeder die zou... De beertjes maken. En ik zou ondertussen even snel uien voor haar halen. Want ik moest toch nou even naar de winkel. Dus nu heeft ze de beertjes zo voor de deur gezet. Want ze heeft ze gemaakt. Nou kijk, dat is toch een echte oma. Ze waren niet meer te koop, de beertjes. En hij maakt ze elke keer kapot. En eigenlijk is de stof zo dun dat ik denk, ja, hij gaat nu gelijk denk ik weer stuk. Goed, ik hoop dat kan hij er wat langer mee spelen. En als ik zie dat hij hem echt weer kapot aan het drukken is, dan probeer ik hem uit zijn handen te halen. Of probeer ik te zeggen dat het niet mag. Ik weet niet of het werkt. Maar vaak genoeg is hij ook gewoon lekker aan het likken of zo, lekker aan het liggen of zo. Dus dat vind ik wel leuk. Maar ik kan die beertjes niet meer kopen. Dus ja. En ik geloof dat dit is al zijn derde Olly. En zijn eerste Ralf dan wel. Maar ja, we geven ze ook namen. En we proberen ook te leren dat als we zeggen, ga Olly pakken, dat hij dan ook Olly pakt. Goed, dan doe ik heel even snel de Ali bij mijn ouders brengen. En dan ga ik weer door. Het is zo koud vandaag. Oh, echt heel koud. En ik vergeet elke keer dat het... nog winter is, dus ik heb eigenlijk ook een beetje lentekleren aan. Alleen een vestje, weet je wel, een shirtje. Hoi! Charlie! Kijk eens wie er zijn! Oh, wie zijn dat? Ja, welke pak je nu? Je pakt Ralf. Hier. Kun je die weer stuk maken? Dat is leuk! Hey! Oh, wat leuk! Hij is echt heel blij mee. Oh, ik weet niet welke die moet kiezen. Wat schattig. Oh, ja, superleuk. Dit is leuk, hè? Ja. Ik kwam net mijn oppaskindjes tegen. En die zijn nu... Waren ze geloof ik, ze waren 15 en 11. En ik heb op ze gepast toen de een nog niet kon praten. Toen hij nog maar een half jaar was. En de ander was toen... 4 geloof ik. Ja, dat moet wel 11 en 15. Nou, echt zo gek om ze weer te zien. Ik heb ze 3 jaar geleden bij mijn bruiloft gezien. Toen had ik ze uitgenodigd. Maar ik wil even Charlie als maken. Ga maar. Even het hek dicht. Dat moet, maar... Waar ben je nou? Oh, daar ben je. Maar het was zo gek om ze weer te zien. Ik heb ze dus 3 jaar geleden wel bij mijn bruiloft gezien. Maar dat was heel kort. Ja, nou... Nou, heel je... Veel zijn halsband losgemaakt. Doet hij wel eens meer. Doet hij per ongeluk zijn halsband losmaken. Hé... Hey. Oh, nu maak je mijn broek vies. Wacht, ik zet jullie even neer. Zo. Hé, hey, wat heb jij nou weer gedaan? Zat hij strak genoeg? Zo. Maar het was zo gek om mijn oppaskindjes weer te zien. Ze zijn nu even groot als ik. En het is echt jaren geleden dat ik daar ben geweest. Ik denk nu alweer 5-6 jaar geleden. En ze waren 15 en 11. En ze waren een half en 4 jaar toen ik op ze paste. Ja, het is zo gek om ze in groot formaat te zien. Want ik heb ze dus wel even 3 jaar geleden gezien. Maar dat was heel kort en zo. En ze zijn nu alweer super veel veranderd. En
het was ook heel apart om te zien, want ik sprak ze nu ook veel meer. En hoe ze, wat ze klein waren, wat ze qua eigenschappen hadden, ik zag die er nu nog steeds in terug, maar dan in een grotere versie. En wat ik me ook besefte, ik dacht, wow, ik ben dan ook al best wel oud. Terwijl ik helemaal niet oud ben, 24. Maar als er dan meisjes tegen je overstaan die naar de middelbare school gaan of op de middelbare school zitten, dan denk ik, wow, ik heb daar opgepast. Huh? Heel gek. En dat was ook het oppasadresje. Dat was mijn eerste oppasadresje. En ik was 15. En ik ging toen naar mijn ouders toe. Of ik ging toen naar hen toe. En mijn vader ging mee. En aan de deur, ik weet het nog zo goed, dat ik durfde het niet te vragen. En ik zag echt twee hele leuke kindjes waar ik heel graag op wilde passen. Maar ik was 15 en zo. En ik kwam aan de deur met mijn vader. En mijn vader zei, ja, ze wil wat vragen. Toen moest ik alsnog het woord doen. Dus had ik gevraagd, mag ik komen oppassen hier en zo. En ze zei meteen ja. Dat weet ik nog, dat ik echt dacht, wat? Ik zeg meteen ja, oké. En voor haar bleek achteraf, dat hoorde ik jaren later, zei ze, ja, ik was heel erg op zoek juist naar een oppas. En op dat moment kwam jij, dus het was gewoon echt een hele goede match. Het is heel grappig, echt heel leuk. En ik kwam er heel vaak, echt 2 keer per week. Dus je hebt ze best wel lange tijd zien opgroeien. En dan zie ik ze jaren niet en dan zie ik ze in één keer super groot. Echt heel gek. Ja! Charlie, hey, wat ben jij blij. Nu ben jij wel blij, hè? Ja. Wow. Hey, niet doen. Sst. Nee, kom. Je mag best spelen, maar... Nu denk je dat je moet zitten. Wow, maar net nadat ik de vlogkamer uitdeed, neem net uit, heel stom. Ik had dus het hek dicht gedaan, maar dat was meer gewoon, want ik weet dat hij niet wegloopt en zo. Maar er kwam een kat aan die kant, echt hiervoor. En Charlie kon er natuurlijk niet uit. En Charlie begint echt kaart te blaffen. En echt, die springt echt weg. Ik was hem echt kwijt. En echt, die kat die holt weg in de hand. Of Hans. En Charlie erachterna. Maar als dus die deur was open geweest, dan was Charlie echt de hele macht eraan gaan. En Hans zei de vorige keer al dat hij bijna een vogeltje te pakken had. Dat hij zo snel is. Hij is echt, hij is zoef en hij is weg. En ik herken dat helemaal niet bij cavaliers. Hij is ook sowieso gemengd met iets. Maar het lijkt alsof hij een beetje gemengd is af en toe met een jachthondje. Want hij is zo fel af en toe en zo blaffig. Terwijl hij ook super lief is. Maar hij kan ook echt heel erg jagerig. En ja, kijk, nu is hij weer een schattige puppy. Nou, je had hem net moeten zien. Echt waar. Ik vind dat sneuvel op. Ik had even stilstaan bij Rob. Ja. Waarschijnlijk dankzij de joker. Ik dacht serieus toen hij zei te langzaam, dacht ik, oh, ik vind Rob echt zo'n slow bedoken, dus hij te langzaam heeft gedaan. Ik sta volgens mij nu echt heel hoog in de pool. Ik wil slag. Ik stond bovenaan, echt dik. Oké, ik heb dus echt de goedkoopste tampoes ever volgens mij gekocht. Want deze waren dus eerst 3 euro. Toen 2 euro, toen ging er 35% van af. En volgens mij moet officieel die 35% van de bonus dan afgegaan. Dat weet ik niet zeker hoor, maar dat denk ik, lijkt me. Maar die 35% is van de originele prijs afgegaan. Oftewel, ik heb maar 80 cent betaald. Of 85 cent, denk ik. 95 cent. 95 cent ja. Voor 4 tompoezen. Bizar, ik had ze gekocht gewoon als grapje, schatje, schattige, grappige actie voor Hans, voor Valentijn een beetje. Sivan, nu moet ik jou volgend jaar een beetje weggeven. Ja, want een poeze van 95 cent. Ik heb hier zo vaak, Hans, moet je echt even weten, ik heb hier zo vaak mee aan mijn handen gestaan. Weer in het wagentje gelegd, weer in de koeling gelegd. Het was het erge. Dan kom je aan het begin van de Albert Heijn, kom je binnen. En heb je zo'n koelvlak waar dan altijd een beetje de aanbieding in gaat. Toen zag ik er eentje liggen met 95%. Allemaal tompoeze voor Valentijn en dat was maar 1,35%. Vond ik eigenlijk heel gek, want je kan ze na Valentijn niet meer verkopen. En het was de einde van de dag. Dus ik dacht, ze zullen allemaal al 35% was. Maar dat was dus niet zo. Dus ik dacht, zal ik hem pakken? Ja, ik ga hem pakken. Heel lang over nagedacht. Het stond er echt een tijdje op bij. Goed, dus ik heb hem gepakt. En ik heb hem dus in dat wagentje gelegd. En toen liep ik verder. En toen dacht ik, nee, dat is niet goed. Want dan hebben we weer 4 tompoezen voor maar 1 iemand. Ja, voor mij dan, maar ik eet geen hele tompoes. En niet zo heel... Ik zie mij al zitten. Ja. Ik ben ook niet zo heel gek op tampoes, moet ik eerlijk zeggen. Dus toen heb ik hem weer teruggereden, weer verder gereden. Toen kwam ik voorbij weer een vriesvak. Lagen ze daar weer. Dus ik weer na, nee, zal ik het doen? Nee, ik doe het toch niet. En ik loop weer door. En bij derde, waar echt het gebak hoort te liggen, lagen ze weer. En daar lag er weer 1,35%. Ik denk, oké, dit is een speet.
Dus toen heb ik ze gepakt. En toen dacht ik, ja, het is ook zo goedkoop. Het maakt ook eigenlijk niet uit, al doe ik de rest invriezen. Of al geef ik de rest, weet je wel. Bijvoorbeeld vanavond als Gerrit er, mijn broer. Had ik er eentje aan Gerrit kunnen geven of zo. Ja, ik zou zo wel trouwens gestaan. Dat was zo 5 euro waren dat ik dat niet had gedaan. Maar meer in de zin van dat ik dacht, dan raak ik ze wel kwijt. Of we vriezen ze in, dan is het ook niet zo erg. Nee. Maar nu, dit is wel echt heel erg goedkoop. Maar ik heb het dus echt meer gewoon impulsief gedaan. En gewoon als lekkerheid en als excuus. Mag gewoon nu eten? Ja. Dit is heel lekker. Dit is dus witte chocolade, die hartjes. Super lekker. Iets wat in deze vlog mist, is wat ik heb gedaan. En de reden daarvan is dat ik het ervoor heb gekozen om het eruit te laten. Want ik ben dus geen klussen bij mijn ouders. Daar heb ik niet zo heel veel gefilmd. Maar op een gegeven moment hebben we die muis gevonden. Die wij 2 weken geleden achter de keukenkastjes zagen glippen. Voor de mensen die dat nog weten en hebben gezien. Dus een muis in het vakantiehuisje. En niet in ons eigen huis, maar het vakantiehuisje van mijn ouders. Er zat een muis achter de keukenkastjes. En mijn moeder die was mee. Die was al de hele tijd een beetje van... Ja, straks vind ik die muis. Hè, maar ik wil wel zeker weten dat die weg is. Maar ja, je kan die keukenkastjes niet openbreken natuurlijk. Om te kijken of die muis er zit. Ik ben op een gegeven moment koffie aan het zetten. En ik zie dus die muis niet in de lade zitten. Maar in het kastje, dan onder de lade zeg maar. Want ik trok de lades allemaal open. Want ik wist niet waar de koffie stond. Dus ik was aan het zoeken naar de koffie. En mijn moeder was buiten aan het werk, dus ik haal mijn vader erbij. Ik zeg, pap, de muis die zit daar. En hij lag er dood, heel dood bij, want hij lag met zijn hoofdje, met zijn nekje op de rails van de lade. Dat was natuurlijk al heel sneu, dus waarschijnlijk was hij al dood gegaan door die lade of zo. Of was hij al uitgedroogd en gestorven. Volgens mij heb ik wel gif liggen, maar dat weet ik niet zeker. Dus volgens mij was hij al dood en was heel sneu. En ik heb toen gefilmd dat mijn vader die muis nog voor de zekerheid even een tik verkoopt. Om zeker te weten dat hij dood is en hem dan wilde weggooien. Alleen dat is een beetje een luguber stukje geworden. Want het bleek dus dat die muis nog leefde. En het heeft gewoon heel lang geduurd. Ook al kan mijn vader best een flinke tik uitdelen met zijn stok. Heeft het heel lang geduurd voordat hij echt stil lag, die muis. En dat was best wel een luguber stukje. Dus ik heb het met Sifra erover gehad en we hebben besloten het maar niet in de vlog te laten zien. Omdat ik zelf op het moment zelf draaide mijn maag al een beetje om. Dat ik dacht, oh, het is vies eigenlijk. En het is ook logisch, want als je dan die muis alleen vangt, wat niet te doen is natuurlijk. Dus maar stel je zou hem vangen en levend buiten zetten en zit hij morgen weer in je huis. En ik zou tegen mijn vader, ik zeg, wat doe je bruut? Waarom doe je zo bruut? Maar hij zei, ja, ik kan ook niet anders, want vangen lukt niet en... anders zou ik een muis wel neerzetten. Ja, dat is net zo sneu natuurlijk. Dus vandaar dat jullie niks hebben gezien van wat ik vandaag heb uitgesproken. Ik zie wel weer dat we op 17 minuten zitten. Het is vandaag de eerste vlog in een half jaar tijd die over de 15 minuten komt. Dus jullie gaan een hele hoop meer van ons zien de komende tijd. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben. En tot volgende week. Doeg!